zijn bezig met het opzetten van een leerlijn digitale geletterdheid. En het aardige is, wij hebben zowel PO-scholen als VO-scholen. En wij willen nou een keer iets neerzetten, waardoor je van groep 1 tot en met groep 8 en klas 1 tot en met groep 3 in het VO, plus nog een keer de bovenbouw, een afgestemde leerlijn digitale geletterdheid gaan krijgen. Dit is een sferobal. Het is een soort van kleine robot die je met het programmeren van een baan met de tablet kan besturen. Je leert zeg maar hoe je op een makkelijke manier een robot kan programmeren op allemaal verschillende manieren. Digitale geletterdheid, je merkt dat de wereld verandert. We leven in een samenleving die steeds meer gedigitaliseerd wordt. Kinderen zijn constant op hun mobiele telefoon of constant bezig met de computer. En je merkt dat ze de consequenties en de werkingen van niet altijd kunnen overzien. We werken vanuit de Scrum-methode en dat betekent dat wij vanuit nul eigenlijk beginnen en samen met de leerkrachten van het basisonderwijs en van het voorgezet onderwijs een plan op willen zetten van wat werkt nou binnen de scholen. We moeten in een hele korte tijd heel veel doen. Zo'n proces duurt soms jaren. En wij hebben eigenlijk gezegd van nee, dat willen we niet. We willen 1 september starten. Deze leerlijn digitale geletterdheid die gaat voor leerlingen heel veel opbrengen. En op heel veel verschillende manieren ook. Wij merken dat sommige leerlingen die cognitief op VMBO-niveau zitten, dat die een stuk beter scoren dan hun HAVO-broeders juist op digitale geletterdheid. Het is vooral leuk omdat je dingen mag uitproberen en het niet erg is om een foutje te maken. Wat bij zo'n project echt essentieel is, is dat je de verschillende lagen binnen een school bij elkaar brengt. Dus je moet commitment hebben van een bestuurder, niet op afstand, zelf meedenken. Je moet commitment hebben van de directeuren, rectoren. En je moet commitment hebben van de leerkrachten, docenten. Die drie, die moet je er echt in betrekken. Dan zijn er nog 2 anderen, die staan er een beetje naast. Maar daar gaat het eigenlijk om, namelijk de ouders en de leerlingen. Spijt me voor mijn collega's in het mbo en hbo, maar die gaan hier last van krijgen. Want op het moment dat wij al allerlei dingen in onze school gaan doen, ja, dan krijgen zij straks de uitdaging om nog weer een slag verder te gaan. Nou, daar praten we graag met ze over, maar dat wordt daar wel een uitdaging. Dus dit is ook echt iets wat we met z'n allen moeten doen. Niet alleen POVO, maar daar zullen we ook echt de andere scholen bij moeten betrekken.